Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie werkt aan een oplossing van de wateroverlastproblematiek waarmee grote gebieden in Paramaribo te kampen hebben. Door de zware regens van de afgelopen dagen zijn diverse woongebieden onder water komen te liggen. Minister Patrick Pengel vertelt aan het Nationaal Informatie Instituut dat de afdeling sluis- en pompgemalen van het ministerie terstond in actie is gekomen en er naartoe werkt alle overtollige water weg te krijgen. In totaal is er de afgelopen nacht een neerslag van 1,5 kubieke meter genoteerd. Woongebieden in het centrum, het noorden en zuiden zijn daardoor blank komen te staan.